kun je embossingfolders gebruiken op een 12-inch layout. Hallo, ik ben Leonie en dit is een filmpje voor prulliken.nl. Leuk dat je komt kijken. Ja, embossingfolders zijn een geweldig hulpmiddeltje om wat structuur en relief aan te brengen op je project. Het nadeel is alleen, de folders hebben dit formaat. Ze zijn maar zo groot als ze zijn en ze moeten door een apparaat wat niet veel meer ruimte geeft als de maat van de embossingfolder. Hoe kan je ze dan toch over een volledig vel 12 inch papier gebruiken? Ik verwacht dat dit een filmpje gaat worden waarbij ik heel veel ga klappen om weer tijd te nemen om na te denken. Want ik heb me weer een project op de hals gehaald. Ik heb namelijk een superleuke foto gevonden. Kijk eens. Hoe schattig is dit? Dit is mijn zoon Wouter en die was toen nog net aan het fietsen. Ik denk dat deze foto misschien een jaar of 3 geleden genomen is. Dus hij was echt nog een kleine guppenkop toen. Ik wil er wel een stukje nog afhalen, misschien ook aan deze kant. Waarbij ik dus probeer om te zorgen dat Wouter op een derde zit. Dus een derde zit van de totale foto. Zodat de aandacht wel echt gaat naar zijn snoetje. Hij was zo trots dat hij kon fietsen. Dacht ik in ieder geval doen. En ik wil gaan proberen om een soort van, voor mijn doen, minimalistische 12 bij 12 inch layout te gaan maken. Dus ik heb hier een stuk 12 bij 12 inch basic white cardstock. Dus 30,5 bij 30,5 centimeter basic white kaartkarton. En daar wil ik mee gaan beginnen. Nou wilde ik ook heel erg graag iets van een structuur hierin hebben. Dus een beetje een relief erin maken. Daarvoor heb ik uit de oude doos deze embossingfolder gehaald. Echt een hele oude. Die was nog uit de tijd dat ze samen deden met Sizzix. Deze heet de Arrows Textured Impressions Embossing Folder. Wie heeft deze nog? Laat het maar eens weten in de comments. Wie heeft deze ook nog? Ik vond deze dus hartstikke leuk vanwege dus de pijltjes en het idee van beweging. Alleen ik wilde hem van boven naar beneden. Ik denk dat ik dat prettiger vind dan van links naar rechts. Alleen ja, dat past natuurlijk niet door mijn stamping cut en embossmachine. Want mijn papier is veel te breed. Dus mijn tip voor vandaag is hoe je dat kan overbruggen. Hoe kan je nou toch zorgen dat hier die textuur komt? En eigenlijk is het heel eenvoudig. Ik heb wat gewoon basic white cardstock genomen. Die heb ik op de maat gesneden van de breedte van mijn relief afbeelding. Dus dat was 4¼ inch. En ik heb 2 stroken genomen die even lang zijn als dit. Nou ja, eigenlijk waren ze nog langer. Die heb ik tegelijkertijd door mijn embossingfolder heen gehaald. En vervolgens op maat gesneden. Dus ik heb hier mijn 2 stukken. En het mooie van deze embossingfolder is dat waar hier die punt eindigt, dan past die weer hier aan. Dus je zou hem aan elkaar kunnen gaan plaatsen. Wat dus ook mijn bedoeling is. En ja, je ziet een klein beetje een naad. Daar kan je niks aan veranderen. Maar als het goed is, gaat er toch genoeg aandacht naar de foto toe. Dat niemand zo gaat letten op die naad. En daar kan je nog altijd een beetje verdoezelen. En zo is je precies, je kan het net niet zien omdat het buiten beeld is, even hoog als mijn papier. Dus deze ga ik zo meteen opplakken. Deze ga ik afsnijden. En dan moet ik even nadenken. Ik heb al een titel bedacht. Dat gaat worden Wouter op wielen. En ik denk dat ik een combinatie van verschillende lettertypes wil gaan gebruiken. Ik heb ook gekozen dat ik hier een stuk designpapier achter wil gaan gebruiken. Dat gaat opnieuw stargazing worden. Ik weet niet hoe, maar dat papier past gewoon perfect bij al mijn foto's. Moet je kijken. Het donkerblauwe en het felblauwe van zijn jasje komt hier weer gewoon in terug. Dus die wil ik er een beetje achter hebben. En ik denk dat ik het rood uit het stuurtje daarachter wil gaan gebruiken. Maar daar ben ik nog niet helemaal uit. Om dan dit in balans te brengen, ik wil hem iets lager hebben op mijn pagina. Om dit nou allemaal in balans te brengen, wil ik hierboven in de hoek ook nog iets doen. En ook daar ben ik nog niet uit wat ik daar precies voor wil gaan gebruiken. Maar ik begin dus eerst met de stappen die ik weet. Dus dat is deze op maat snijden, deze opplakken en dan kom ik terug. Oké, dus dingen zijn opgeplakt. Ik heb hier ook nog een matje achter gemaakt van basic white papier en dat was opgeplakt. Ik wil dus hier nog iets rood achter. Dus ik heb een stukje Poppy Parade cardstock gesneden.
En ik denk dat het leuk is als hij hierachter is. En het lijkt me leuk om hier ook weer iets van embossing achter te doen. Dus ik heb... ik pak eventjes het dingetje. De Cheery Patterns Embossing Folder. Of de embossing mallen vrolijke patronen. En die cirkeltjes leken mij leuk. Maar precies hetzelfde probleem als met die. Het past niet. Dus wat ik nou bedacht heb. Is als ik nou mijn embossing folder... Want hij past wel door de grote apparaat als je hem zo doet. Als ik hem nou hier doe. En ik zorg dat mijn foto dit stukje van die halve cirkel bedekt. Dan kan ik hem daarna aan de onderste helft doen. En dan moet ik hem een klein beetje doorschuiven. Om te zorgen dat daar dus cirkels doorlopen. En dan kan ik hem alsnog op die manier gebruiken. Ik moet alleen wel heel voorzichtig zijn. Want op het moment dat ik natuurlijk een tweede keer de embossing folder, dat hij dan niet... Ja, volgens mij moet dat goed gaan. Dat hij niet de embossing die ik de eerste keer gedaan heb plat drukt. Maar volgens mij moet dat goed gaan komen, want daar zitten dan de platen in. Ik kan natuurlijk heel nauwkeurig zeggen, de platen komen hier te liggen en niet daar. Zodat daar geen extra druk op komt. Dus dat gaat goed komen. Dus dat ga ik zo meteen doen. Wat ik ook heb bedacht is, ik wilde dus de tekst, dat had ik al verzonnen. De titel gaat zijn Wouter op wielen. Ik heb mijn lettertjes gekozen. En ik heb twee verschillende stansensets daarvoor gebruikt. Of gebruikt, ik heb helemaal nog niks gebruikt. Ik heb gekozen, ik heb de letters uitgezocht. Dit is Alphabet à la mode. Even bijpakken, Alphabet à la mode. Geweldige stansen set die ik heel vaak gebruik. En de andere is een oudere set. Daar wil ik alleen de O en de P voor gebruiken van de opwielen. En dat is deze. En die heet... is uit assortiment hoor. Playful Alphabets. Dat was nog voordat hij ook in het Nederlands was. Toen hadden we Japans in plaats van Nederlands. Dus Playful Alphabets wilde ik ook gaan gebruiken. En daarvoor heb ik gekozen om Wouter... in Parakeet Party te gaan. Nee, in Lemon Lime Twist te doen. Sorry, ik haal de kleur een beetje door. Lemon Lime Twist, want ik vond ik het beste hierbij passen. Dan op wil ik gaan doen met Smoky Slate. Want de jas is grijs, dus ongeveer op die hoogte gaat dat komen. En dan wil ik de Lemon Lime Twist gaan gebruiken. Zeg ik nou het goede? Oh, ik haal ze weer door elkaar. Ja, dit is Lemon Lime Twist, dit is Parakeet Party. Ik moest even goed checken. Hier komt het woordje wielen uit. En natuurlijk doe ik zoals altijd eerst adhesive sheets op mijn cardstock. Zodat het eigenlijk als het ware een grote sticker wordt. Dan stans ik mijn letters uit, want dan hoef ik alleen maar die schutvelletjes eraf te halen als ik mijn letters ga plaatsen. Dus die ga ik beplakken en uitstansen. Deze ga ik embossen. Mijn stamping cut en een embossmachine die gaat vandaag zijn geld wel opleveren. Dus dat ga ik doen. En ik heb ter versiering alvast uit het Zoo Crew designpapier twee figuurtjes uitgesneden. En ik denk dat het leuk is als mijn krokodilletje hieronder gaat komen en mijn konijntje hierboven. Maar ik moet dus voor hierboven nog iets verzinnen waar ik het mee ga versieren. Dus ik ga eerst stapjes doen die ik weet. En dan kom ik weer bij je terug. Oké, ik vind dat dit wegvalt. Ik vind dat je er bijna niet ziet. Dus ik heb mijn O en mijn P opnieuw uitgestanst uit wat Night of Navy. Vanwege de jas die Wouter aan heeft. En ik denk dat dat er veel beter uitziet. Veel beter. Dus deze laagjes zou ik kunnen gaan opplakken. Hier wilde ik nog iets. Dus ik heb hier boven in de hoek. Ik zal hem even naar beneden plaatsen zodat we het kunnen zien. Heb ik dus... de konijntje, die dan weer een herhaling is van de krokodil hieronder. Het past net niet allemaal in één beeld. Hè? Dus de makkelijkste manier om te zorgen dat dit past bij een clustertje hierboven, is door dezelfde dingen te herhalen. Dus ik heb opnieuw die embossing folder gebruikt. Dit keer voor een smaller stukje. En die ga ik nog verder bijsnijden. En de pijlen op verschillende hoogtes doen. Ik heb een stukje rood cardstock die ik dus ook weer met die embossing folder heb gedaan. Die gaat hierachter komen. Ik heb een beetje van het blauwe papier nog een strookje gevonden die ik denk ik ergens wil plaatsen en ik weet niet exact hoe. En ik heb een strookje van het groene papier en die wil ik denk ik wel overheen plaatsen en dan dat daar
mijn konijntje naartoe gaat, zodat het meer een geheel is. Dus hier ga ik wat verder nog knippen en snijden. Ik denk dat ik van deze twee ook vlaggeneindjes ga maken. Daarvoor ga ik de Banners Pick-a-Punch gebruiken. Dat is deze. Dus ik denk dat ik daar makkelijk genoeg dan een pijl, dan wel een hoekje. Dus dezelfde figuurtjes die daar hebben, mee kan maken. Dit ga ik allemaal opplakken. En dit ook. En dan kijken we of dat we nog iets missen om het helemaal af te maken. Dus ik kom zo terug met een bijna complete layout. Tot zo. Nou, dingen zijn opgeplakt. Ik hoef dit alleen nog maar even af te knippen. Zo. Oh. Die natuurlijk ook. Zo. Nou, ik vind het op zich best een leuke herhaling van wat ik... van wat ik nou heb. Het enige wat ik er nog graag aan toe wil voegen is een strikje. Dus ik heb het Baker's Twine Essential Pack gepakt. Ik heb de kleur Very Vanilla gepakt. En ik heb een dubbele strik gemaakt om hier bij Wouter te doen. En dan wilde ik nog een enkel strikje hierboven erbij. En die ga ik vastzetten met een mini glue dot. Ik heb hier nog van een kit. Dus normaal gesproken kan je ook de glue dots gewoon aan een rol kopen. Dat is het artikel nummer wat ik ook in beeld had laten zien. Het werkt op dezelfde manier. En dan kan ik gewoon mijn strikje erin vastduwen. Dat is hier rechter. Ik denk niet dat hij over zijn gezicht gaat komen. Maar dat is de ene. Deze heeft nog één touwtje wat een beetje lang is. Maar die kunnen we zo nog wel korter maken. En dan komt die hier erin. Kijk. Jammer dat je hem niet in één keer op de camera kan krijgen. Maar dit is dus mijn layout geworden van Wouter op de wielen. Door creatief om te gaan met de beperkingen van een embossing folder, kun je toch de illusie geven dat het volledige vel een embossingrand erover heeft gekregen. Waardoor meteen de aandacht gezellig naar die vrolijke snoet gaat, in dit geval van mijn jongste zoon. Wil je nou zelf ook creatief aan de slag met spulletjes? Maar heb je ze nog nodig, dan is het misschien fijn om te weten dat ik een onafhankelijke Stampin' Up! Demonstratrice ben. En ik help jou graag met je bestelling. Je kunt deze plaatsen door gebruik te maken van de link naar de webshop. Die staat hieronder in de omschrijving. Denk er dan ook aan om gebruik te maken van de gastvrouwcode bij al je bestellingen onder de 200 euro. Wanneer jij trouwens voor minimaal 50 euro bestelt via de webshop met die gastvrouwcode, krijg je aan het einde van de maand nog een kleinigheidje van mij als dank dat je mij had gekozen als demonstratrice. Vind je het vervelend om via de webshop te bestellen? Dan kan je natuurlijk altijd een mailtje sturen naar leonie@prulleke.nl. En dan kan ik je op die manier helpen. Ik stuur je dan een factuur met een betaallink en ik regel de andere dingetjes voor je. Dat was het weer voor vandaag. Ik hoop dat jij het leuk hebt gevonden. Dat je er iets van hebt opgestoken. En dat je je niet laat beperken door iets eenvoudigs als een formaat van een embossing folder. Maar dat je gewoon lekker creatieve manieren zoekt om er meer uit te halen dan wat je misschien op het eerste oog ziet. Vergeet niet om een duimpje omhoog te geven. Laat een comment voor me achter als jij nog een goede tip hebt die te maken heeft met embossing folders. En vergeet niet om je te abonneren op dit kanaal als je ook in de toekomst geen enkel filmpje van me wil missen. Want elke dinsdag en vrijdag ben ik hier op YouTube te zien met een nieuw stukje informatie of inspiratie. Dat was hem weer voor nu. Ik wens je vast heel erg veel knutselplezier en hopelijk tot vrijdag. Doei doei!